daar komt hij. En? Ja, ik weet niet wat ik moet zeggen. Je vindt het niks? Nee, juist wel. Vind je het te makkelijk? Vind je het te figuratief? Nee, het is prachtig. Jezus, hij is ontzettend goed hoor. Meen je dat? Ja, echt waar. Kijk eens wie we daar hebben. Mijn favoriete leerling, Fatima Yilmaz. Dag Mario, gaat het? Slecht zoals je ziet. Maar weet je hoe dat komt? Ik krijg niets dan talentloze sukkels tegenwoordig. Grote bekken, weinig stijl. En als ik me niet vergis, hebben we daar de grootste bek van allemaal. Ga je weer naar de kunstacademie? Tenminste, als ze me daar nog willen hebben. Goh, dat wist ik helemaal niet. Je hoeft ook niet alles te weten. Hallo. Ah, Stan Nijholt. Je komt ook wat inleveren? Ja, ik heb een schilderij en een schetsboek met tekeningen. Eigenlijk had je dat gisteren moeten inleveren. Ja, dat weet ik, maar het kan toch nog wel? Ik zal kijken wat ik voor je kan doen. Leg daar maar op de stapel. Als je zo nerveus bent over die toelatingsexamen, waarom bel je dan zelf niet? Ik ga ze een beetje achter hun kont aanlopen. Ze hadden al lang kunnen bellen. Ze hadden niet al lang kunnen bellen. Je hebt de boel net ingeleverd. Nou één. Dacht je dat jij de enige was die het toelatingsexamen doet? Nee, tuurlijk niet. Nou dan, zoiets duurt misschien wel een week. Alsof ze een week nodig hebben om mij te vertellen dat ik niet aangenomen ben. Als je dat al van tevoren weet, waarom doe je dan al die moeite? Ik wist toch niet van tevoren dat die eikel in de commissie zat? Stel, Mario heeft het niet alleen voor het zeggen. Leer nu eens een beetje op jezelf te vertrouwen. Je werk is goed. Er is geen enkele reden om je niet aan te nemen. Nou, ik weet er zo'n paar te noemen. Als Mario daar... Eten. En hou nou eens op met die onzin. Je kunt het best. Zoals je weet kunnen we er maar een paar aannemen. Je bent in ieder geval wel een doorzetter. Ben je niet benieuwd? Ja, natuurlijk wel. Ik begrijp alleen niet dat jullie dat tegenwoordig persoonlijk komen meedelen. Nee, dat is ook niet gebruikelijk. Maar in jouw geval wilden we een uitzondering maken. Je hebt tenslotte zo je best gedaan en dan is het zo sneu. Dus ik ben afgewezen? Ja? Had je iets anders verwacht? Ik heb je nog gezegd dat je niet veel moest verwachten. Wat is er dan mis met mijn werk? Ja, het is gewoon niet goed genoeg. Punt. Ja, wat is er dan niet goed genoeg? Dat wil ik dan wel weten voor een volgende keer. Dus je gaat het nog een keer proberen? Ja, natuurlijk. Wat dacht jij dan dat ik me laat afpoeieren door de eerste de beste tekenleraar? Ja, ik denk dat je beter een ander vak kan kiezen. Ik denk dat ik beter een andere academie kan kiezen. Maar niet van die gefrustreerde eikels rondlopen. Wegwezen! Kalm, man. Ik ga al. Het is moeilijk voor iemand als jou, hè, om de realiteit onder ogen te zien. Nou. Jij bent geen kunstenaar. Je zal er nooit een worden ook. Jij bent niks. Een mislukkeling. Het probleem is het volgende. Ik zou graag wat dingen willen weten over het verleden van mijn vader. Je vader? Of ik je daarmee kan helpen? Waar gaat het om? Nou, ik heb weer toelatingsexamen gedaan op de kunstacademie, maar ik ben afgewezen omdat een van de docenten een bloedhekel aan me heeft. Nou vertelde iemand me dat dat komt omdat pa hem ooit een kunstje heeft geflikt. Hij zou zijn carrière gebroken hebben. Dat zegt me niks. Nee. Maar misschien dat er op zolder ergens aantekeningen van pa liggen uit die periode. Zou je niet eens kunnen kijken? Natuurlijk, als ik je daar plezier mee kan doen. Hey, hartstikke bedankt, Jos. Oké, dag. Dag. Dat het allemaal waard is gebleven, joh. Het hele archief van je vader was er nog. Volgens mij moet dat wat jij zoekt in een van deze dozen zitten. Wat kan ik voor je doen? Ik ben er nu achter gekomen waarom Schim van der Loef destijds uit de kunstkring is gezet. In zijn dagboek heeft mijn vader het steeds over een H die door Schim van der Loef gebruikt of belazerd is. Daarom is hij toen uit de kunstkring gezet. De vraag is nu, wie is die H? Wat is er? Nou ja, laat me eens even nadenken. Wie had je toen? Rutger van Klooster, van Kas, Sietse Slachter, Mario Schim.
Boro, maar die had geen achternaam. Nee, ook niet iets met een H. Nou, niemand wist zijn achternaam, dus had hij er gewoon geen. Hart. Wacht eens eventjes. Hoe heette die jongen ook alweer? Ja, die is er toen ook mee opgehouden. Oh ja, Hans. Hans Harting. Ja, dat zijn twee H's. Hans Harting. Ja, ik weet het zeker, want hij en Mario die zijn er toen ongeveer tegelijkertijd mee opgehouden. Met schilderen bedoel je? Ja, ik geloof dat hij toen een drukkerij is begonnen. Maar het gekke is dat er volgens mij wel iemand was. Waarom denk je dat? Omdat toen ik aankwam hoorde ik een of andere machine draaien. Ik klop op de deur en ineens houdt het geluid op. Nou, dat kan toch toeval zijn? Nou, dat lijkt me wel heel erg toevallig. Zo'n machine kan toch niet uit zichzelf ophouden? Nou, misschien gaat het wel automatisch. Nou, dat lijkt me niet. Is zo'n drukkerij? Maar je hebt niemand gezien? Nee, ik kon niet goed zien. Maar ik weet bijna zeker dat er wel iemand was. Als hij geen zin heeft om een afspraak te maken, doet hij ook niet open. Of had je verwacht dat hij met open armen zou ontvangen? Hij wist toch niet dat ik het was? Dat is waar. Hij heeft in elk geval iets te verbergen, dat lijkt me duidelijk. Het maakt helemaal niet uit wat ik maak. Je kraakt het sowieso af. Ik kraak het alleen maar af als jij rotzooi maakt. Nee, je kraakt het af vanwege mijn vader. Vanwege je vader? Waar heb jij het in godsnaam over? Mijn vader heeft jou in de tijd uit de kunstkring gelazerd. Daar had hij een hele goede reden voor. Je vader was een praatjesmaker, net als jij. Als mijn vader de waarheid vertelt dat, over jou, had je hier niet eens gezeten. Dus als iemand hem dankbaar moet zijn, dan ben jij dat wel. Hier hoef ik niet naar te luisteren, eruit! Het is heel vriendelijk van u dat u me toch wilt ontvangen. Het komt me eigenlijk heel slecht uit, maar goed. Ik heb je vader goed gekend, dus... Begrijp ik uit zijn dagboek, ja. Maar ik denk niet dat ik je kan helpen om je vriendin terug te vinden. Ik zou niet weten waar ze is. Vindt u het goed als ik hier even rondkijk? Tuurlijk. Nou, rustig aan. Mooie ruimte. Ja, in elk geval bedankt dat ik even mocht rondkijken. Sorry voor mijn wantrouwen. Geen dank. Het spijt me dat ik je niet kan helpen. Tot ziens. Stan! Stan! Verdomme! Wij spreken af dat je haar zo snel mogelijk dumpt. Zodat je weer gewoon aan je werk kunt gaan. Wij kunnen ons geen oponthoud permitteren. Begrepen? Ik weet dat ik dit moet doen, maar er zit niets anders op. Nee! Rustig maar! Nee!
allemaal zo voorbij. Niet doen, niet doen. Alsjeblieft. Kan het niet. Ik heb er genoeg van. Kan je toch niet vermoorden? Wie denkt die wel dat hij is? Spijt me. Ik ga naar de politie. Ik ga mezelf aangeven. Rustig maar. Ik weet dat je het niet wilde. Dat je het moest van Schip van der Loef. Ik heb het toch bijna gedaan. Toch. Wat doe jij hier? En waar is die meid gebleven? Ja, dat zou ik ook wel eens willen weten. Huh. Hier, jij, dan draai ik je door die drukpers heen. Dat zou je wel willen, hè? Heb je Fatima gelaten? Denk je dat ik daar mijn handen aan vuil maak? Daar heb ik de ophaaldienst voor. Vuile schort! Leuk handeltje heeft u hier, heren. Is niet van mij. Ik heb er niets mee te maken met die rotzooi. Hij ligt dat die barst. Hou je bek, klootzak. Heren, houden we het rustig. Traag. U heeft straks alle tijd op het bureau om te vertellen hoe het zit. Denk maar niet dat ik nog iets zeg voordat ik mijn advocaat gesproken heb. Dat lijkt me een prima idee. Houden zo. Misschien kunt u nog eens naar kantoor bellen om te vragen of mijn vriendin al terecht is. Fatima. Het is allemaal over nu. Rustig maar. Ik zal ervoor zorgen dat je zoiets nooit meer overkomt. Ik blijf altijd bij je. Altijd. Ik hou van je.